beeldend kunstenares Tineke Sasinski heeft haar atelier in de Floris Verster Ateliers in de Leeuwardenwijk Huizen West. Ze maakt beelden in steen, hout en afvalmateriaal. Tineke heeft een eigen tassenlijn ontworpen van trekker binnenband en maakt designlampen van stofzuigerslang. Opmerkelijk zijn de zogenaamde blaaskaken die Tineke maakt van voetpompen. Ik ben eigenlijk begonnen met tassen maken, met trekkerbinnenband. Ik kocht een band in de schuur en toen heb ik daar eerst tassen van zitten maken. En toen op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt, want de machine was kapot. Maar ondertussen deed ik ook al heel veel andere dingen. Ik had de beeldhouwopleiding gevolgd in Koudum in 2010. En toen ben ik verder, 2012 ben ik geslaagd, ik ben een laadbloeier dus. Maar dat maakt niet uit. Ik begin nu helemaal te leven. En ik heb de tijd ervoor. En ik maak beelden van hout. Vind ik heel leuk. Vooral van oud hout, wat ik vind. En van daaruit werk ik meestal. Van wat ik zie, een vorm, daaruit. Maar het is vrij uitgebreid. Ik ben ook met veel recyclematerialen. Ja. Wat ik vind, of op de straat, of thuis, of mensen die zeggen... Ben je echt aan het morgensterren ook? Ja, ja, nou ja, is misschien ook wel. Even, ik, nou ja, wat ik zie, en daaruit zie ik weer beelden. En dat groeit, de meeste beelden groeien onder mijn handen eigenlijk. Dan heb ik een impressie en dan ga ik van daaruit werken. En ik werk graag met paraplu's ben ik op een gegeven moment, had ik een kapotte paraplu. En dan ga ik er dan mee spelen. En dan op een gegeven moment kwam er insect uit. En van het insect kwamen er lampen, kwam er uit. En dan, ja, ik heb nog gitaars waar ik mee werk. En daar doe ik ook mee experimenteren. Verschillende materialen verwerk ik erin. En ja, tot ik uitgeëxperimenteerd ben, nu ben ik met... Gietharst, dat is dan de bedoeling dat je het later gaat gieten? Ja, 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 dat is... In brons? Nee, 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 dat is een soort glas wordt het. Ik heb helder gietharst en dat kan je mallet maken en ja, wat je wil. Maar ik maak er platen van en daar verwerk ik weer met hout of materiaal wat ik heb. Ik heb er wel verschillende hangen en... Ja, je moet het zien eigenlijk. Ja. Die trekker binnenbanden, wat heb je daar allemaal van gemaakt? Nou, eerst de tassen en toen ben ik beeld gaan maken. Eerst een vrouw, een dame met een hele grote hoed en een flipper erop. Die staan nu in de rijp. En ik heb zen, heb ik hem van rubberbeeld gemaakt. Zen? Zen, ja, het beeld heeft, er zit echt, zit. En de armen heb ik van brommers, van banden gemaakt, zo. Ja, ja, ja. Het heeft een uitstraling van, voor mijn zen. En ik heb de begijn gemaakt, die heb ik daarvoor staan, de galerie. En eigenlijk zijn begijntjes heel klein, want heb je in het zuiden, in Breda hadden we Begijnenhof, en waren vroeger altijd van hele kleine vrouwtjes. En die hadden van die ronde kappen. En moest ik een gezicht en toen kwam ik op dat ronde uit. Eigenlijk is het te groot, want ze mogen maar heel klein, 1,45 of 1,50 zijn, maar deze is wel 2 meter. Maar het deed me denken aan de begijn. En het laatste heb ik nu net afgemaakt, dat noem ik de hofdame, in verband met het hoge haar. Dat materiaal had ik ook weer gekregen. Dat scheen van weer van een bed te zijn, was spijlen in de gezicht. Nou ja, ik knutsel en ik probeer. Je knutselt erg veel. Ja, ik doe wat ik leuk vind. En, wat ik dan daarover wil vragen, je hebt ontzettend veel dingen gemaakt, ontzettend veel werk. Ja. Als je gaat binnenkort exposeren, hoe maak je dan een selectie? Dan overleg ik met degene waar ik moet exposeren. En, komt dan hier langs? Ik hoef zelf, klinkt misschien arrogant, maar ze zeggen, ik word dan meestal opgebeld en zeg ik, heb jij... iets en dan, of ik doe alleen hout. Laatst in Teherne heb ik buiten in de tuin, pastorietuin, heb ik toen allemaal alleen houten beelden neergezet. En toen had ik nog een andere tuin en daar zette ik de vogels neer en de
van paraplu's en zo. Dus had ik ook een thema bij elkaar. Dus wel bij thema's dat ik ga werken. Vind ik prachtig om te doen. Dan ben ik rustiger, dan zit ik stil, want ik ben nogal een druk iemand en ik heb geen rust in mijn gat. En dan vlieg ik van hot naar her, dus ik ben vrij onrustig en dan zie ik weer iets uit mijn ooghoek. Moet ik bij een onderwerp blijven, want soms ben ik met hout bezig en dan ben ik daar even mee bezig. En dan ga ik weer even naar karton of recyclemateriaal. Dan ga ik daar weer eventjes mee bezig. Dus ik ben eigenlijk een onrustig iemand. Ik werk met meerdere projecten, meerdere beelden. En het is niet zo dat je ergens één discipline je voorkeur heeft of wat je het liefst doet? Nee, ik ben nog steeds aan het ontwikkelen. En ik ben pas begonnen. Kun je nagaan. Dat schilderij, dat vind ik wel heel van mezelf gemaakt toen met carnaval. Dat is een zelfportret? Dat is mijn zelfportret. Lijkt niet echt. Nee, daarom heb ik een masker opgezet. Want je eigen schilder is zo ontzettend moeilijk. Maar ik vind dat trommeltje, ja, ik ben ook wel een vrolijk iemand. Maar ik heb wel twee kanten ook wel. Dus, maar dat was carnaval en die vond ik zo leuk en die wou ik schilderen. En ik denk, dat is Tieneke. Oké. Een vrolijke kant, zeg je. En wat is je andere kant? Nou, ik kan ook. Ik heb een donkere kant gehad, maar nu is die goed. Ik ga nu de jolige kant op, zeg maar. Je gaat de goede kant op. Ik ga de goede kant op. Van al je werk, wat vind je het... wat is nou je liefste beeld? Mijn liefste beeld is... Jouw favoriete beeld. Mijn favoriete beeld? Ja, dat is toch in gesprek, dat beeld. Okay. Dat is een van mijn eerste beelden die ik ook... gemaakt heb. En daar zit ook heel veel in van mezelf. Ja, ja. Wat voor materiaal is het? Het is met papier, paper decoration papier is het. En dat heb ik een mal gemaakt en dan kun je dat met een verharder bewerken. Wat staat er op stapel? Wat staat er op stapel? Ja, dat is voor mij ook een verrassing. Ja, ik weet nooit wat ik tegenkom. En nu ben ik met het laatste ben ik bezig met, had ik schuteltjes en dan ben ik met die veertjes bezig. En daar ga ik mee verder tot ik denk van nou, dan ben ik uitgewerkt, dan ben ik klaar mee. En dan komen we altijd wel iets anders op mijn pad. Soms denk ik ook van, ik dacht ook naar de beeldhouwopleiding van, ik zie wel, nou is het... Hè? Maar toen is de motor gaan draaien bij mij. En het gaat maar door, die creativiteit. Je werkt wel met heel ongebruikelijke materialen, hè? Ja, maar dat is gewoon... ik vind het mooi, makkelijk wat je bij de hand hebt of wat je vindt. Net als daar ook een karton knipt. Daar ben ik ook een beeld van aan het maken. En ik vind dat ook een leuke uitdaging. Ik zie zwemvliezen en ik zie... Ja. Senseo, luchtbedpompen. Ja, de blaaskaken. Ja. Als mensen werk van je willen zien, waar kunnen ze dan terecht? Ik heb nu sinds kort atelier in de Floris Versterstraat, nummer 3. En daar ben ik nu, kunnen ze altijd mij bellen en dan doe ik de deur voor ze open. In de Floris Versterf zijn wel veel ontwikkelingen bezig. Ze gaan hier ook allemaal verbouwen. Dus ik moet even afwachten hoe het allemaal loopt en of ik hier kan blijven zitten. Maar dan kunnen ze voor zitten wel. MUZIEK